Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we weinig wolken, maar er zijn wel wolkenvelden, maar die zitten heel dicht bij de grond. Op diverse plaatsen begint de dag dan ook met mist, soms is het zicht zelfs zeer slecht. Maar in de loop van de ochtend lost de mist op en vooral in het westen, midden en zuiden schijnt dan de zon geregeld. In het oosten en noordoosten is er meer bewolking en daar kan af en toe regen vallen, misschien zelfs met een klap onweer erbij. Temperaturen 14, 15 graden langs de noordkust en rond 17 graden in het midden en zuiden van het land. En de wind die is vanochtend nog rustig, maar neemt vanmiddag en vanavond toe naar windkracht 3. Ook vanavond langs de oostgrens nog steeds kans op wat lichte regen en in de rest van het land blijft het droog. Het weekendweer ziet er best aardig uit. Morgen is het lange tijd droog en zijn er zonnige perioden. Pas tegen of in de avond komen er vanuit het zuiden buien aan. Het wordt 15 tot 19 graden en dat is toch flink boven de normale 12 graden. In de nacht naar zondag en zondagochtend vallen er ook nog buien. Zondagmiddag trekken de buien weg en breekt de zon weer door. En maandag en dinsdag schijnt de zon geregeld wordt het 20 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.